Het kasteel in het licht zetten of honderden lampen ophangen bij de Zwarte Cross. Ze draaien hun handen er niet voor om. De Achterhoekers Rinaldo en Huug. 5 jaar geleden begonnen ze een klein bedrijfje, maar inmiddels reizen ze de hele wereld over. En de afgelopen tijd waren ze vooral druk met Burgers' Zoo in het licht zetten. Nou, ik ben Rinaldo Tremleuming uit Hummelo. En ik ben Huug Loijs uit Steenderen. En welkom bij Showline. In Toldijk, maar net geen Hummelo. Ik kom natuurlijk uit Hummelo, dus daar ben ik extra trots op. Rinaldo en Huug, twee Achterhoekers die in 5 jaar heel veel hebben bereikt. Overal verzorgen ze licht. Of het nou gaat om een kasteel, een station of een festival in Hongarije. Ze draaien hun hand er niet voor om. Hier zijn ze de mega beroemde ondertussen lampenkappen aan het installeren. Deze hebben onder andere op Pinkpop en Zwarte Cross gehangen en gestaan, maar ook op Mega Piratenfestijn. Ja, we zijn hem eigenlijk gewoon gaan maken en in een paar maanden stonden ze al op Pinkpop. Nou, eigenlijk binnen 3 weken moesten ze naar Pinkpop. Dat was nog even een spanningsveld, maar ja. Het is ook wel mooi dat we dan in de Achterhoek zijn, hè? Met z'n allen pakken we dat dan aan. En dan met al onze moeders erbij, wordt de stof in elkaar gezet. En dan gaan we s'avonds door en dan drinken we een biertje na de tijd en zaterdag, zondag. En dan, binnen 2 weken hebben we dan 20 lampenkappen geproduceerd. Dat we hier in de Achterhoek zitten is zeker een deel van het succes, absoluut. Want we zijn hier allemaal aanpakkers. Je hebt nog de verdraagzaamheid dat je, als wij eventjes vastlopen of er moet even snel iets gebeuren, dan je doet een appje in een vriendengroep. Een paar uur later staan ze hier voor de deur of familieleden. En ik denk dat wel een verschil is dat je dat naar de Randstad gaat doen. Of dan komen ze eerst van wat kan ik verdienen. In plaats van heb je koud bier. Hoe gaat het verder? Goed. Alleen nog aardvarkens. Voor de tweede keer verlichten Rinaldo en Huug dit jaar Burgers' Zoo met lichtfiguren. Voor Burgers Light hebben ze objecten bedacht en gemaakt. Dat is een megaklus waar ze met een heel team hard aan werken. Ja, Burgers is best wel een uitzondering op de regel als het gaat om projecten. Omdat je heel veel te maken hebt met de dieren en planten daar. Dus het is, je hebt qua opbouw en afbouw zit je natuurlijk tussen de bezoekers die gewoon in het park zijn. Dat is al een dingetje. En daarnaast, je kunt niet onder elke boom een lamp leggen, want er kan een speciale vogel bovenin te zitten broeden. Dus bepaalde dingen passen wel in de bush, niet in de desert, et cetera. Dus er zitten wel hele leuke, vooral leuke uitdagingen in, dat het gewoon anders is dan anders. Doet het even goed. Gaat het goed met de opbouw ook, hè? Ja, gaat prima. Je ziet het nu al, hè, als het een beetje donker is, maar als het straks helemaal donker is, dan heb je helemaal dat boven ze achter. Absoluut. Magie, hè? Ja. Ja, dat is mooi. Nou, we hebben dus gevraagd of ze echt voor ons speciaal dieren wilden ontwikkelen die bij het park passen. We hebben in de bush dadelijk allerlei tropische dieren die daar thuis horen. In de ocean kun je natuurlijk prachtig met vissen, met kwallen en zo werken. Nou, daar hebben ze hele mooie dingen gemaakt. En zo sluiten de figuren die ontworpen zijn, die sluiten mooi aan bij het park. Ze zijn heel nuchter, de jongens. Lekker doorpakken. Maken mooie dingen. En je maakt ze niet gauw gek, hè? Dus dat is denk ik heel goed. dat is altijd wel prettig. Dus, Hier staat hij. Ja. Knuffelstok staat. Knuffel 3,5 meter. Ja. Ja, kun je mensen hier mooi voor gaan staan, een fotootje maken op het podestje. Ja. Ja, maar dat stokstaartje zijn altijd wel nieuwsgierig. Maar het is niet dat ze nou extreem op reageren. Ja. Ze hebben het wel gezien opgemerkt, maar dat, bij een stokstaartje wordt daar niet gek van. Zeg maar. Misschien zijn ze uit de Achterhoek. Ja. Ik wou zeggen, ze herkennen niet hun grote broeder in, maar. De opperstok staat. Ja. Voor deze editie is 80% komt qua objecten echt uit de Achterhoek. Dat zijn allemaal ateliers en bedrijven die verschillende disciplines kunnen. De een van kunststof maken, de andere met piepschuim, de andere met staal. De andere kan printen op hout. En daar zoeken we ze op uit. Daar werken we heel goed mee samen. We zijn ook op de tweede kerstdag doorgegaan. En Adjes dag kregen we nog een belletje. Kun je nog even komen kijken, want we twijfelen toch nog hierover. En hebben toch ook binnen eigenlijk al een hele korte tijd al die objecten moeten maken. De hele Achterhoek lift mee op jullie succes, kan ik dat zeggen? Ja, ja. We zijn ook wel weer nuchter, dus uiteraard leven. Uiteraard liften ze mee op ons succes, maar ja, we doen het met z'n allen vooral. Ja.
Het werk van Rinaldo en Huug, mede tot stand gekomen door al die andere Achterhoekers. Het is nog tot en met 5 maart te zien tijdens Burgers Light.